Yo beste mensen, welkom bij mijn nieuwe optochtenvideo. En intochtenvideo natuurlijk ook. vandaag is 16 november en om 2 uur komt Sinterklaas bij Kasteel Vorden. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Vorden is al een beetje voorbereid. Mijter en een stafte. Ziet er wel leuk uit. Dus we gaan, ik ga nu richting kasteel en dan gaan we, 2 uur komt hij aan. Komt hij bij het kasteel en dan om half drie uur dan gaat hij vanaf kasteel richting het stukje dorp gaat hij door. Dus laten we eens even gaan kijken. Tot straks. Ja, allemaal Pieter voor het raam al. Harmonie is er. Mama, kijk hè. Marianne Besselink is de burgemeester, is er ook. Middag allemaal, wat fijn dat iedereen al dit plekje heeft gevonden in ons mooie vorm en bij dit prachtige kasteel. Het gaat hier om 2 uur beginnen. En daarna lopen wij met z'n allen achter de muziek aan naar het dorp. We lopen dit keer een iets langere route, want we gaan ook even de burgemeester Galeestraat in. En komen dan via de dorpstraat weer terug bij het cultuurhuis. En daar gaat Sinterklaas eerst even afstappen. Die geeft hier daarvoor even de ruimte. En dan gaan we met z'n allen gezellig naar binnen, daar een mooi feestje bouwen. En hebben jullie er een beetje zin in dan? Ja! Het is geweldig dat we hier kunnen zijn met dit mooie droge weer en dat het niet regent. Want anders kon het paard ook niet komen. Want het paard van Sinterklaas is er ook nog niet. Want er is hier allemaal koud water. Koud water? Die niks aan. Maar we hopen wel dat het paard al zo snel komt. En dan dat Sinterklaas toch zelf hier op kan stappen. Dat het toch allemaal weer goed komt. De muziek is er weer, de harmonie uitvoeren waarvoor ik nu alvast een applaus wil. Want met dit weer krijg je koude vingers. En als je met die koude vingers dan ook zo mooi muziek kunt maken, is wel heel erg fantastisch. Alvast bedankt. Beetje naar binnen kijken, want Sinterklaas staat al klaar met zijn pieten. We wachten heel even nog, er komen nog een heleboel mensen aan. En zometeen om 2 uur, dan gaat de booster een hele mooie serenade brengen. En dan komt Sinterklaas vast wel naar buiten. En ik heb hier al paar hele fijne assistenten staan. Beste kwaliteit. Dat is zonde. Ja, hey, alles goed? Ja, hoor. Ja? Mooi, super. Hij werd wel neergestoken. Ja, staat hier toch niet lachen. Die heeft een Rolf, heb je nog gewonnen? Voetbal? Nee, verloren. Hoeveel dan? 0-3. Ah, jongen, thuis? We hebben 11-3. Ja. Ah, gefeliciteerd, man. Kan dit feest niet doorgaan? Van Paula. En jullie zijn er. Onze eigen burgemeester is er. En ze is weer in Vorden, wat heel speciaal is. En de voorzitter van de Vordense Ondernemersvereniging, Peter Besseling, is er ook. En we gaan straks met z'n allen even heel lekker zingen. En Sinterklaas een hartelijk welkom geven hier in ons mooie Vorden. Ja, bijzonder, hè? Ja.
Jullie kunnen niet zien wat ik zie, maar ik zie heel veel mooie kleine Pietjes, kleine Sinterklaasjes, groot en klein. Daar zitten een paar hele mooie. Pas op met het prikkeldraad en er komen nog steeds mensen aanlopen, gelukkig. Zo gezellig is dat. Nog een klein stukje naar voren. Beste Sinterklaas, u heeft er al een hele lange reis op zitten, van alles moeten doorstaan en eerlijk gezegd, het is weer keurig wit allemaal en u ziet er weer netjes uit. De pieten zijn er ook weer, u heeft er een heleboel meegebracht. Hoe ging het laatste stukje van de reis? Heeft u het een beetje vol kunnen houden? Het was een beetje moeizaam, maar de spoorregeling is netjes verlopen. Alles op tijd? Ja, dat schijnt de spoorwegen hier wel sterk in te zijn. Positieve gedachten, die houden we vast. Ik wil graag het woord even geven aan een van de belangrijkste mensen van onze gemeente als u er niet bent. En dat is onze burgemeester Marianne Wisselaar. Nee, dank u wel. Sinterklaas, we zijn weer heel blij dat u vandaag hier voor me bent. En we waren ook heel blij dat u inderdaad op tijd was. Oh, lekker pepernoten, Piet. Dank u wel. Nee, of juist niet. De pepernoten in je mond. Volgens mij mag je niet Sinterklaas in het volle mond praten. Nee. Nee, maar we zijn heel blij dat u er bent. En ook heel fijn dat het paasje o zo snel toch ook weer op tijd is gekomen. Want dat was nog wel even spannend. Maar we zijn ook heel blij dat we hier vanuit de Vordense Ondernemersvereniging ze u weer zo ver hebben gekregen om hier in Vorden te zijn. En we hopen dat u goed kijkt naar al deze lieve kinderen. Want volgens mij hebben die allemaal heel veel mooie kleuren platen voor u gemaakt. Volgens mij verlanglijstjes geschreven. Dus past u op de daken. Doe voorzichtig. En we wensen u een hele fijne tijd hier in Vorden. Ja, en als we het dan over de verlanglijstjes hebben, dan is het misschien wel goed, Sinterklaas, om te weten dat een heleboel dingen hier in het dorp, dit feest, uw aankomst, straks bij het Cultuurhuis, wordt allemaal mogelijk gemaakt door onze Vordense Ondernemersvereniging. Is dat zo? Echt waar? En uw pieten natuurlijk. Kijk eens, al die mooie pieten. Vergeet de pieten niet, nee.
Die moeten we zeker niet vergeten. Ik wil dus ook eventjes de voorzitter van de Forrest Ondernemingsvereniging zo de microfoon geven. Maar ik wil ook even heel hartelijk de kasteelheer en de kasteelvrouw bedanken dat we hier wederom te gast mogen zijn. Heel hartelijk dank. Ik geef het woord aan Peter Bessing. Dankjewel, Lisbeth. Ja, het is een hele mooie traditie dat we hier elk jaar mogen staan, volgens mij Sinterklaas. En ook dat we dit als ondernemersvereniging mede mogen organiseren. We doen dat natuurlijk niet als bestuur zelf. We hebben daar een hele mooie Sinterklaascommissie voor. Die wil ik heel erg graag bedanken onder bezielende leiding van. Ze houdt er helemaal niet van om haar naam genoemd te krijgen. Maar Carmen Rondeel, als we jou toch niet hadden. Applausje voor Carmen. En ik vond het vorig jaar zo mooi hoe Lisbeth alles aan elkaar praten. Dan denk ik van, ja, je bent dan wel leerkracht van groep 7 van de Hogevoorde, maar tussen de wat kleinere kinderen past je ook helemaal. Lisbeth Grootjebbing, fantastisch hoe je dat elk jaar weer doet. Sinterklaas, alle cadeautjes zijn waarschijnlijk meegekomen, maar mocht er op een of andere manier iets fout zijn gegaan, de winkels zijn ook open de komende dagen. En we hebben zelfs op zondag 1 december een koopzondag hier in Vorden. En op de woensdag 4 december 's avonds een speciale koopavond. Dus wat dat betreft kunt u nog alle kanten op. Ja, tenslotte wens ik u gewoon een heel fijn verblijf hier in Vorden. Geef ik het woord weer aan jou. Als Sinterklaas er is en we hebben zo'n fantastische harmonie, vind ik toch wel dat we hier met z'n allen iets heel moois moeten laten horen. Iedereen even meezingen met de muziek. Alle vaders en moeders, alle Pietjes, alle Klaasjes, zullen we een fantastisch Sinterklaasliedje gaan zingen. En we wachten even wat de muziek inzet. Dat is een verrassing. Zometeen, als we naar het dorp gaan... Kijk maar. De harmonie. De hele tocht gaan we opnemen. We gaan een paar straten door bij Vorren. Kijk. Ah, jongens, gaan rijden. Pauze, jongens. Twee lampjes in dashboard. Net eronder. Eén dashboard, klopt. Ik denk dat ik de fiets wel even weg ga zetten, joh. Zo, mensen. Ik heb de fiets even weggezet. Gaan we meelopen. Zo leuk, jongen, dit. Gaat hij hier zo in of niet? Ja, gaat hij... Ja, gaat hij zo mee, hè? Ja. Nee, hij ging rechtdoor. Net dan. Maar dan gaat hij bij langs de groentewinkel op. Ja, dat moet hij gaan. Nee, het gaat nu bij de Tunte. Dat kan ook.
Ja. Ik moet nu maar even opnemen. Mooi, jongen. Het is echt goed, jongen. Leuk, jongen. Een stuk meelopen. We'll be right back.
Nee joh. Is verder vooruit. Dan mag je duik die kant weer op, volgens mij. Hey. Ja! Wel weer rustig meelopen. Echt leuk jongens, zit ik klaar. Dat hoor je al door de huizen, jongen. Ja, ze eraan komen. Thank you.
Sydney. Alles jongen. Ja. Mooi hoor. Ja. Mooi beeld. Zo, nu gaan we alles voorbij laten gaan. Ja, met u ook? Ja, mooi. Piet.